Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik ben lekker wakker geworden. Het is 8 uur, super vroeg. Maar ik moet vandaag naar Ermelo toe. Oh my god, dat is ver weg. Ik had gekeken op die 9292. Oh, klap in mijn gezicht, 2 uur reizen. Want ik heb opnames daar. Nou ja, ik ga er gewoon naartoe en ik zie wel hoe het schip strandt. Ja. Yes, oké, jongens. Ik ben lekker weer op het station. En het is vandaag trouwens herfst, officieel. Het is herfst. Nou, ik hoop dat we nog één heerlijk afsluitende dag krijgen hier zo als ik die zon zie. Maar je weet het natuurlijk nooit, hè. Oh, wat hebben we een heerlijke zomer achter de rug gehad, zeg. Een hele goede zomer. Er is veel gebeurd. Onwijs veel gedaan. En dan kom ik gelijk bij de vraag van vandaag. Want wat was het leukste wat je afgelopen zomer hebt gedaan? Laat het weten. Ja, ik denk ik toch wel op. Ik heb 2 hele leuke dingen. 1 mag ik niet zeggen. Maar 2e was de vakantie naar Bali. Was ook echt geweldig. Dus we zeggen dat. Ik had echt de tijd van mijn leven daar. Het was heel leuk. Ja, dat was wel echt een hoogtepunt. Ja. Jongens, ik sta gewoon iedere ochtend ook zo vroeg op. Iedere ochtend sta ik echt 8 uur op of zo. Ik heb het idee dat de dagen zo lang zijn. Omdat ik zo vroeg opsta. Dat is echt lekker. Ik hou daar wel van. Want als je om 12 uur opstaat of 10:30... Ja, dan is eigenlijk al je hele ochtend weg. En dan moet je alweer gaan nadenken over het avondeten. Dat vind ik zo'n benauwend idee. Terwijl als je om 8 uur opstaat, dan heb je nog lekker die hele ochtend, middag. Ja. Ik zie daar wel echt voordelen van. Ik kan ook niet meer uitslapen hoor. Ik sta iedere keer ook voor mijn wekker op. Ruim 2 uur gereisd. Ik ben helemaal gaar. Maar we gaan opnemen. Let's go. Renna. Hey jongens, ik ben lekker midden in de opnames. Het is vandaag zo lekker weer. Ik had echt gedacht dat het vandaag juist ook zou regenen, maar het is heel lekker. Mag ik komen? Oh, nou, dit is het spannendste moment, maar ik zeg niks. Moet ik mijn jasje weer aan of zou ik gewoon lekker zo het afmaken? Uit. Zou ik hem lekker uitlaten, hè? Oh, als ik hem nu weer aandoe. Ja, dat klopt niet. Oké, nou, daar gaan we. Hey, dag liefje. Hallootje. Is dat zo liefje? Ja. Kom. 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 1, 2, hup. En de opnames zitten erop. Ik heb echt, ik weet niet wat het is, maar opeens een hele hooikoortsaanval. Ik heb hier gewoon een pukkel. Oh, hier mijn oog. Het is echt. Ik heb een pil ingenomen. Zo, jongens, en ik ben weer op betrouwbare bodem. Ik had echt nog even last van die hooikoorts. Ik had een pil ingenomen. En normaal werkt het best wel snel, maar het duurde echt wel lang. Dus ik denk dat ik op een of andere manier toch een allergie had voor die honden, voor die hondenharen. Want het is een hele aparte hond, met hele aparte kwaliteiten, die vacht. Maar goed, het is wat het is. Het was een hele leuke dag. Ik ben echt gesloopt. Oeh, altijd wel even intens, want je moet voor dit programma De Faker, het 2e seizoen, doe ik, heel leuk. Maar ik moet dus heel veel nadenken en ik ben daar zo slecht in. Dan ben je en bezig met het filmen, je hebt een drukke week achter de rug. En dan moet je ook nog gaan nadenken. Oh nee, dat kon ik echt niet. Dus gelukkig word ik wel een beetje geholpen qua wat ik heb gezegd en zo. Maar alsnog joh, het is niet te doen. Ik werd helemaal gaar. Maar goed, het ging helemaal goed. En team ook weer helemaal leuk. Dus ja, het is toch iedere keer weer een verrassing met wie je draait. Ik moet gewoon eten. Het is voor mij ook gewoon bijna 8 uur. Dus ik ga even naar de Verhagen. Even iets snacken. Een patatje en een burger of zo. Gewoon zin in. Anders moet ik thuis nog eten maken. Nou zie ik echt niet zitten. Nee, bedankt. Nee, echt niet hoor. Oh, is het druk? Oh nee, hè. Oh, het is rustig. Ja, het is rustig. Food is ready. Ik kijk Holland's Got Talent. Spannend. En en 4 kruisen. Dat is niet goed. 4 kruisen. Hou op. Ik kan er niet aan wennen.
Ik ga de unboxing filmen van mijn nieuwe iPhone. Yay! En dat ga ik even met een ringlamp doen. Want het licht is anders zo geel. Ik vind dit toch misschien net wat mooier. Ik moet het wel even goed positioneren. Dat het een beetje leuker uitziet. Misschien lijkt met die bloem. Kijk, die kleding daar. Ik wil wel dat je iets kan zien. Oei. Ik kan dit even misschien weer zo. We moeten toch altijd een beetje mee spelen. Wat is mooi, wat is enig. Ja, dit kan wel een soort van. En die gekke kaars even aan de kant. En die kaarten. Ja, dit kan wel. Ik vind het wel iets hebben. Moet ik even spelen. Maar kijk dan even die... Dit kan... Oh, ik sta mijn onderbroek. Ja, weet je wat het is? Ja, je ziet toch alleen de bovenkant. Dus waarom zou ik ook een onderkant aan doen? Dit kan echt niet. Dit is geen gezicht. En waarom... Ik moet denk ik even een stoel hebben. Dan kan ik even tenminste gewoon zitten. Kijk, met deze stoel... Ik irriteer me aan die oranje muts. Een beetje een clean achtergrond vind ik wel mooi. En wat is die? Nou, het is denk ik goed zo. Het is goed, joh. Oeh, en een kruis. Ja, dat is ook leuk wat achter. Kijk, ik krijg opeens allemaal ideeën. Waar is mijn lont? Wat is dit nou? Oh mijn god, ik ging even met dit ding, ging ik even die lont een beetje opgraven. Zit alles hierin. Nou, dat krijg ik natuurlijk van belang, zoals het even niet uit. Ja, ik word alweer helemaal gestrest. Laat die kaars ook weer voor wat het is. Die kan ik weggooien. We gaan filmen, jongens, anders zit ik hier s'nachts nog. Oké. Ik ben helemaal kapot. Nou, jongens, ik dacht, die telefoon is wel binnen een uurtje... Klaar, maar hij moet 3 uur, net nog 4 uur, nu 3 uur lang configureren. Dat duurt lang. Jeetje mina. Maar ja, daar wacht ik gewoon lekker nu even op dan. Dus dat is dan 1 uur s'nachts hopelijk dan. 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur. Ja, 1 uur s'nachts. Nou, dan moet ik die video nog afmaken. Ik wil hem ook gelijk eigenlijk morgen online hebben. Dus ik mag wel even doorwerken. Maar jongens, hij is mooi. Moet je kijken. Hij lijkt nu heel erg wit. Maar het is echt een hele toffe kleur. Het is goud, maar het is heel mooi. Echt een hele mooie kleur. Nou, dus dat wordt 3 uur even wachten. Oké, jongens. Ik zit erin nu. En hij gaat nu alles even, ja, soort installeren, soort laden. Het heeft even wat uur geduurd. Maar het is nog voor 12 uur. Dus hij heeft tijd ingehaald. Ik dacht echt om 1 uur klaar. Maar hij heeft tijd ingehaald. Nou, fantastisch. Ik ga dit helemaal nu lekker nog vanavond even installeren. En als alles goed is, ga ik deze gewoon helemaal weer uitzetten. En terug naar fabrieksinstellingen doen. Want dan heb ik dit niet meer nodig. En ik moet mijn simkaart straks even overwisselen. Moet ik ook niet vergeten. Ik ga de vlog afsluiten. Hopelijk vond je het leuk. Morgen is het weer maandag, jongens. Die hele nieuwe week start weer. Nou ja, ik heb er zin in. En we gaan er weer wat leuks van maken. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.